Sehr geehrte Damen Geachte und Herren, dames en heren, welkom bij ons mediacommentaar van vandaag. De door de volksweerstand van Donetsk overhandigde vluchtrecorder van het in Oost-Oekraïne neergestorte Maleisische passagiersvliegtuig bevindt zich al meer dan 3 weken in de handen van internationale experts. Hoewel deze registreerapparaten die behoren tot de belangrijkste bewijzen onbeschadigd zijn en duidelijk ook niet achteraf werden gemanipuleerd, kreeg de openbare mening tot nu toe niet de geringste onderzoeksresultaten. Dit is niet alleen merkwaardig, maar ondertussen extreem opmerkelijk, want daarmee wordt van dag tot dag duidelijker dat de nauwkeurige oorzaak van het neerstorten van MH17 blijkbaar helemaal niet wordt opgehelderd, maar bewust verdoezeld. Ook op de 10 kritische vragen van de Russische regering bij de ongerijmdheden van het neerstorten van het vliegtuig, die u op onze KLA-TV-uitzending van 25 juli kunt vinden, bleef het Westen, in het bijzonder de VS-regering, tot vandaag ieder antwoord schuldig. Het feit dat we helemaal niets horen doet vermoeden dat de vluchtrecorder precies dat bewijst wat ondertussen held als hoogstwaarschijnlijk, namelijk een neerschieten door Oekraïnse gevechtsvliegtuigen. Mogelijk zijn op de vluchtrecorder de angstige noodroepen te horen van de cockpitbemanning, misschien hun doodskreten. Wanneer de experts aan de hoogste regeringskringen evenwel zwijgen, wordt het tijd om de vraag wie of wat is echt verantwoordelijk voor het neerstorten van MH17 en de dood van 300 burgers, van een andere kant te belichten. Hier enige achtergrondinformatie die tot nu toe verregaand werd verzwegen in de officiële berichtgeving. Een OVSE-onderzoeksteam constateerde al dat delen van de romp van de MH17 bezaaid zijn met gaten die alleen kunnen komen van projectielen uit grote machinegeweren. Het Oekraïense gevechtsvliegtuig Su-25 beschikt over een overeenkomend snelvuurkanon. Typische beschadigingen zijn ook geconstateerd door Maleisische luchtvaartexperts. Kogelinslagen in de cockpit, die nauwkeurig in het wrakdeel zijn te zien, zijn heel waarschijnlijk te horen op de vluchtrecorder. Het onderzoeksteam van de OVSE heeft daarentegen geen bewijzen gevonden dat het vliegtuig met één op de grond afgevuurde luchtafweerraket werd neergeschoten, zoals het Witte Huis beweert in officiële verklaringen. Maar wat zou Oekraïense gevechtspiloten ertoe kunnen gebracht hebben om aan het waanzinnige bevel een buitenlands passagiersvliegtuig neer te schieten, werkelijk gevolg te geven? Volgens de Russische tv-zender Russia Today, die zich beroept op het Russische persbureau Interfax, zou de aanval op MH17 eigenlijk bedoeld zijn voor het regeringsvliegtuig van Vladimir Poetin. De Russische president bevond zich op 17 juli op de terugvlucht van het BRICS-treffen in Brazilië en zou de route van MH17 kort voor 17 uur, dus ongeveer 20 minuten voor het neerschieten van het Maleisische vliegtuig, op een hoogte van 10.100 meter, dichtbij Warschau, hebben gekruist. Omdat het regeringsvliegtuig van Poetin een heel gelijkaardige vorm en lakwerk heeft, zoals Malaysia Airlines in de kleuren wit, blauw, rood, zouden de uitvoerende Oekraïense gevechtspiloten dus bevel hebben gekregen om het Maleisische passagiersvliegtuig aan te vallen, in de veronderstelling dat het ging om de regeringsmachine van Poetin. Maar waarom treft het uitgerekend en opnieuw het kleine Malaysia Airlines dat slechts over een paar grote vliegtuigen beschikt? Een Maleis gerechtelijk vonnis uit het jaar 2012 doet de oren spitsen. Daarin worden Tony Blair, de vroegere Britse premier, en George Bush, de vroegere VS-president, in hun afwezigheid veroordeeld als oorlogsmisdadigers omdat ze vervalste bewijzen gebruikt hebben om een oorlog te beginnen tegen Irak in het jaar 2003. Het oorlogstribunaal van Kuala Lumpur was ontstaan op initiatief van de vroegere minister-president van Maleisië. In het jaar 2013 veroordeelde hetzelfde tribunaal Bush en 7 andere personen uit zijn regering bovendien vanwege misdaden tegen de menselijkheid, nadat hooggeplaatste VN-ambtenaren de getuigenberichten van vroegere gevangenen in Irak en in Guantanamo hadden bevestigd.
Maleisië heeft zich overigens tegenover de top van het westerse machtsblok, de VS, niet slechts één keer slecht gedragen. Ook met de invoering van een eigen, door edelmetaal gedekte en dollar onafhankelijke munteenheid in het jaar 2010, had men zich al verzet tegen de fundamentele spelregels van de westerse financiële elite. Vanzelfsprekend is deze achtergrondinformatie uiteindelijk geen bewijs, maar wel een belangrijke aanwijzing daarvoor dat bij het neerstorten van het MH17 en het verdachte verdwijnen van MH370 in maart 2014 helemaal niet gegaan kan zijn om een toeval, maar eerder om een doelbewust geplande reactie en intimidatie. Als binnen een paar maanden één en dezelfde luchtvaartmaatschappij, de staatsonderneming Malaysia Airlines, wordt getroffen, is het beslist nodig de achtergronden zeer nauwkeurig te onderzoeken. Vooral een onmiddellijke en volledige evaluatie van de vluchtrecorder onder de ogen van onafhankelijke internationale experts gaat moeten worden uitgevoerd. Omdat dit echter niet gebeurt, blijft het neerstorten van MH17, een Boeing 777, op 17/7, om 17:17 tot vandaag een tragische catastrofe, die de massamedia verder benutten om de zogenaamde pro-Russische separatisten en tenslotte Vladimir Poetin in de schoenen te schuiven en deze voor te stellen als het eigenlijke gevaar. Helpt u daarom alstublieft de echte oorlogopgitsers en terreurcommando's te onthullen doordat u deze uitzending verspreidt. Hartelijk dank voor uw aandacht en uw wakker meedenken.